Nederlands kampioen op de weg Lucinda Brandt is vandaag jarig en wordt 24. Nog voordat de etappe begon, kregen we nog even de tijd om haar te feliciteren. Lucinda, van allereerst voor harte gefeliciteerd. Dankjewel. Vandaag gaat een mooie etappe worden met een aantal mooie hoogtemeters. Gaat dit jouw etappe worden? Het zou heel mooi zijn. Het oogt als een hele zware etappe. Veel zwaarder dan sommigen denken, denk ik. Met een spectaculaire aankomst. Ja, je hebt hem net al even voor gefietst? Ja, we hebben hem even gefietst. En ik denk niet dat je te enthousiast moet beginnen, want er komt nog iets heel snels achteraan. Ja. Ga je jezelf vandaag een cadeautje geven? Dat zou heel gaaf zijn, maar ik heb eigenlijk ook al wel voor een cadeautje gezorgd vorige week. Dus een vroeg cadeautje al, sowieso. Ja. Ja, en met dat cadeautje rij je nu gewoon rond? Ja, precies, daarom. En dat pak ze een jaar lang niet af, dus dat is al helemaal mooi. En zal vast nog iets moois volgen. En dan zijn ze weg voor de derde etappe. Halverwege de rit is er een groep van 6 vrouwen weg. Met daarin onder andere Marianne Vos en Lucinda Brandt. Het peloton jaagt op de groep en heeft een achterstand van net geen minuut. En als er naar de finale gereden wordt, is het Vos die de rest klopt en komt solo over de streep. Eén voor één druppelen de ploegenoten van Vos binnen. De laatste klim is echt slopend geweest. Marianne, wat een geweldige etappe die jij pakt. Ja, nou ja, ik sta hier heel gelukkig natuurlijk. Ik ben nu een beetje bijgekomen, maar het was een zware dag op de fiets. Kun jij een beetje vertellen hoe de etappe verliep? Nou, het leek op papier niet al te lastig, maar wel een muurtje op het eind. Nou ja, dat muurtje hadden we verkend, dus dat zwaar zou zijn, dat wisten we al. Maar onderweg waren de klimmen ook wel lastiger dan op papier aangegeven. En eigenlijk al na de eerste klim kwam er een lastige afdaling, technisch. En daar reden we met 6 weg. Ja, toen beneden omkeek, zat Lucinda daarbij, Lucinda Brandt. En die, dan is het gewoon gas geven. En proberen het gat uit te diepen, zeker naar de rest van de klassementsrensters natuurlijk. Daarachter kwam wel een organisatie en het leek ook even dicht te gaan. Totdat we weer naar de volgende klim kwamen. En daar vielen wij wel uit elkaar als kopgroep. Maar dan werd het gat weer groter. En toen bleef ik eigenlijk alleen over met Tiffany Cromwell. Een Australische sterke renster. En dan probeerden we met z'n tweeën in ieder geval de rest voor te blijven. En je komt dan over de streep. Het lijkt wel of je heel berekenend hebt gereden. Want nog geen meter later, je kunt geen trap meer verzetten. Nou, dat is niet berekenend. Dat is gewoon echt gewoon alles, alle energie tot de finish. En dan is het ook echt volledig op. Op enige achterstand komt Brandt binnen die zich volledig heeft opgeblazen op de laatste klim voor de finale. Maar is wel zeer blij met de winst van Vos. Super! Ik ben verrot, man. Ik hoop dat ik nog zeg. Jezus. Ja,